De Verenigde Naties hebben geen juridische procedure waarmee bevolkingen van betwiste regio's een hertekening van internationale grenzen kunnen verkrijgen. Het ontbreken van een dergelijke juridische optie is vaak de grondoorzaak voor het ontstaan van oorlogen, waaronder die in Oekraïne. Een referendum onder VN-toezicht is het meest rechtvaardige instrument voor een vredesregeling. Veel oorlogen beginnen als grensconflicten en handelen over territoriale gebiedsclaims. In feite zijn de Eerste en Tweede Wereldoorlog ontstaan door Duitse territoriale claims op grensgebieden. Het nu Franse Elzas-Lotharingen was oorspronkelijk Duits. Elzassers spreken, net als Luxemburgers, tot op de dag van vandaag een Duits dialect. De nu Poolse regio voor Pommeren, maar ook de stad Gdansk, was voor de Eerste Wereldoorlog Duits, evenals de Tsjechische Bohemen. Door het ontbreken van een procedure begon de Duitse staat met steun van haar bevolking met militaire operaties in 1938 Tsjechië, 1939 Polen en 1940 Frankrijk, waarmee de Tweede Wereldoorlog een aanvang nam. Bij de ontbinding van de veelvolkerenstaat Sovjet-Unie in 1991 en de veelvolkerenstaat Joegoslavië in de jaren 90 ging het internationale recht wel mee in de onafhankelijkheidsverklaringen van deelrepublieken, maar niet met die van provincies, regio's en autonome gebieden. Hertekening van grenzen binnen een deelrepubliek bleef voor het Westen onbespreekbaar. Het leidde tot de Joegoslavische burgeroorlog met militaire confrontaties aan de Kroatische, Servische, Bosnisch-Servische en Kosovaars-Servische grens. De deconstructie van de Sovjet-Unie verliep door de opofferende houding van Sovjet-president Gorbatsjov vreedzaam, maar er volgde 25 jaar later een vertraagde reactie. Na de Maidan-staatsgreep en de afscheidingen van de Krim, Donetsk en Luhansk in 2014 begon het Oekraïense leger een burgeroorlog tegen de afvallige provincies. Die via de mislukte Minsk-akkoorden in 2015 leidde tot de Russische invasie van 24 februari 2022. Het internationaal recht lijkt wel mee te geven in de afscheiding van een deelrepubliek, maar niet in die van een provincie, autonoom gebied of regio. Ofwel, Estland, Letland, Litouwen en Georgië konden het onafhankelijk worden, maar de Russisch gezinde autonome republiek, de Krim en de provincies Donetsk, Luhansk, Abkhazie en Zuid-Ossetië niet. Vanuit Joegoslavië werden Slovenië, Bosnië en Noord-Macedonië soevereine staten, maar het Westen weigerde in de jaren 90 te spreken over hertekening van de Servisch-Bosnische en de Servisch-Kroatische grens. Het principe dat alleen een deelrepubliek afscheidingsrecht heeft, werd met de onafhankelijkheidserkenning van de Servische provincie Kosovo doorbroken. Het Westen mat toen openlijk met twee maten, toen het in 2008 wel de provincie Kosovo erkende, maar geen zelfbeschikking wilde toekennen aan Russisch gezinde provincies in Oekraïne en Georgië. De Westerse politiek en media waren zich daar nauwelijks van bewust, maar in Rusland en in Servië besefte men dat zeer terdege. Bij het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië ging het eveneens dramatisch mis. In de reactie op het door hen georganiseerde referendum en gewonnen referendum op 1 oktober 2017 werd de Catalaanse regering opgepakt en in een Spaanse gevangenis gegooid. De Catalaanse president Puigdemont en enkele ministers vluchtten naar Brussel, waar ze via hun verkiezing tot EU-parlementariër immuniteit verkregen. De arm van de Spaanse inquisitie reikt echter tot in het EU-parlement in Brussel en Puigdemont werd na 2 jaar opnieuw vogelvrij verklaard.
De tragedie doet denken aan de vogelvrijverklaring van onze eigen stadhouder Willem van Oranje in 1580 door de Spaanse koning Philips II. De vogelvrijverklaring leidde in 1581 tot afscheiding van de zeven provinciën middels het plakkaat van verlatingen. En na de falende pogingen de soevereiniteit op te dragen aan eerst de Franse en daarna de Engelse koning, besloot de Staten-Generaal de soevereiniteit zelf te dragen. En daarmee ontstond in 1588 de fameuze Republiek der Verenigde Nederlanden. Is niet juist Nederland, gezien haar ontstaansgeschiedenis, moreel gebonden aan het principe van zelfbeschikking voor provinciën en regio's? Hoe zou een regio of provincie formeel zelfbeschikking kunnen krijgen? De belangrijkste vraag bij een militair conflict wordt in het Westen vaak onvoldoende expliciet gesteld. Voor welke toekomstige status kiest de bevolking van een betwist gebied? Het meest overtuigende en legitieme antwoord op die vraag verkrijgt men middels een referendum. Hoe zou een erkenningsprocedure eruit moeten zien? Positief is dat de Verenigde Naties algemeen worden erkend als bron van internationaal recht en dat zou moeten leiden tot een gefaseerd proces van onderhandeling. Allereerst zou de VN voor ieder betwist gebied een coördinerende commissie, dan wel hoge commissaris, kunnen benoemen, die in consultatie met de diverse partijen een referendumvraag voorlegt aan de bevolking van de betwiste regio. Het is van groot belang alle betrokken partijen deel uit te laten maken van de finale uitslag. Tevens is het voor alle partijen raadzaam bij statusverandering een uitvoeringsplan klaar te hebben liggen. Een referendumuitslag zou de grondslag moeten vormen van de toekomstige status. Om te vermijden dat een besluit in crisis te onderdacht wordt genomen, zijn erkenningsvoorwaarden en termijnen raadzaam. Bij een niet geheel overtuigende uitslag met enkele procenten verschil zou men zelfs een tweede referendum kunnen eisen. Bijkomend voordeel van een afscheidingsprocedure is dat hij ook als aansluitingsvoorwaarde en daarmee als bescherming tegen de dreiging van een grootmacht kan worden ingezet. Bijvoorbeeld bij de Chinese claim op Taiwan. De wereldgemeenschap zou via de VN met China en Taiwan kunnen afspreken dat Taiwan alleen deel kan worden van China na een referendum onder VN-toezicht. Overigens is dat in de loop van de decennia geen onrealistische optie geworden. Er was binnen Taiwan altijd een aanzienlijk deel van de Taiwanese bevolking pro-China. Met de toenemende welvaart en het politieke succes van de Chinese Volksrepubliek sinds 1949 zijn Taiwan en China meer naar elkaar toegegroeid. Men kan zich voorstellen dat veel Taiwanese ervoor kiezen om een autonome regio binnen de Chinese Volksrepubliek te worden. Wanneer China een hereniging met Taiwan wil, zou ze de meerderheid van de Taiwanese moeten verleiden om in een referendum onder VN-toezicht voor aansluiting te stemmen. De recent opgeleide discussie over de positie van de 40.000 Serviërs in het noorden van Kosovo zou binnen het model zelfbeschikking via referendum eenvoudig op te lossen zijn. Geef het Servische Noorden via een referendum de gelegenheid zich aan te sluiten bij Servië. Het overblijvende Kosovo met haar 1,9 miljoen inwoners voor 90% bevolkte Albaniërs met de islamitische godsdienst zou zich daarmee ook makkelijker kandideren voor algehele erkenning. Het internationaal gerechtshof in het Haagse Vredespaleis is het juridische orgaan van de Verenigde Naties en beoordeelt geschillen tussen naties in zaken territoriale integriteit. Het instellen en toepassen van een vaste procedure om internationale grenzen te hertekenen kan een van de belangrijkste middelen worden om volkeren op democratische wijze hun zelfbeschikking te geven en oorlogen te voorkomen.
Het Haagse Vredespaleis zou haar missie beter realiseren door het gezicht van die zelfschikkingsprocedure te worden.